Vrienden, even een bericht van uw Spaanse correspondent hier in de omgeving van Alicante. Want ik lees alles in de kranten in Nederland en ik hoor alles op tv over Nederland. En ik zie een beetje de paniek en de chaos die er is nu over de vakantiereizen. Ja, en dat vind ik treurig en dat vind ik zielig. Vooral die mensen die de hele tijd hebben gehoopt op een lekkere vakantie in het buitenland. Die dachten van, ik ga lekker in juli of in augustus ga ik lekker naar de zon. En dan ga ik lekker 2-3 weken op vakantie. Ja jongens, daar komt hij aan. En wat gebeurt er dan? Ja, dan maakt het kabinet een enorme fout met de versoepelingen. En hup, het virus dat gaat weer rond als een dolle. En wat hebben we dan? Paniek. Want nu is Nederland weer rood. En het gevolg is dat andere landen willen Nederlanders niet meer hebben, enzovoort, enzovoort. Maar dat niet alleen. Reisbureaus raken ook in paniek en die annuleren de ene vakantie naar de ander. Nou, en dat vind ik zielig. Maar goed, vrienden, luister goed naar uw correspondent. Wat is er aan de hand? Je kan gewoon, ik ga niet zeggen voor heel Spanje, want heel Spanje is rood. Ik heb het over mijn gebied hier. Uw correspondent staat in de buurt van Alicante. En hier kan je gewoon vakantie vieren als je wil. Want er is eigenlijk niks veranderd in de regels. Spanje is nog eigenlijk gewoon hetzelfde. Je hebt gewoon die QR-code heb je nodig. Als je 2 injecties hebt gehad, dan ben jij gewoon safe. Kan je hier gewoon naar binnen. En als je niet gevaccineerd bent, dan moet je gewoon laten testen. En dan kan je hier ook gewoon naar binnen. En klaar is Kees. En het enige wat je hier hebt, is dat er af en toe een avondklok is. Maar er is geloof ik maar 1 dorp hier in de hele omgeving. Je moet dan wel een mondkapje dragen, want dat doen ze hier in Spanje. En je mag maar met 6 mensen aan een tafel in een restaurant. En de restaurants zijn maar open tot 12:30. Dat is het dan ongeveer wel. Heel veel meer coronaregels zijn hier niet. Nee, en dan kan je dus gewoon ongestoord vakantie vieren. Ja, want ik zie dus overal. Ja, je kan niet naar de Balearen, je kan niet naar Mallorca, weet ik veel, die Canarische eilanden, je kan nergens heen. En er zijn nog meer landen waar ze ineens allemaal niet meer heen kunnen. Maar hier, vrienden, ik blijf dat steeds herhalen als uw correspondent. Hier kan je gewoon naartoe en nog steeds vakantie vieren. Zelf je vlucht boeken of zelf met je auto gaan en dan kom je hier gewoon naartoe. Nou, vrienden, dat zou ik maar even gezegd hebben. En dan zou ik zeggen, prettige vakantie!